Yo mis, Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Search and Destroy video. Hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Game. Vandaag spelen wij Search and Destroy potje op de map Breach met de HVK met Extended Max en Rapid Fire erop. En gaan we eens even kijken natuurlijk of wij deze vijanden een poepie... Wauw. What the fuck? Ja, mooie kogel, ouwe. Eerlijk is eerlijk, fucking mooi. Ja, GG. Ik dacht ik ren er een keer op af. Maar dat ging niet helemaal goed. En iedereen zit met zijn sniper, Chiro. We hebben de ronde verloren. Nou ja, kijk, dat is nou gewoon jammer natuurlijk. Maar daar kunnen wij niks aan veranderen. We gaan naar het midden toe. Wacht, nee, wacht. Ik pak dit. Ik pak dit. Gaan we zo. Serieus? Serieus? Oh, hij controleert het gewoon. Wauw. Nou, dan beginnen we 0-2. Rusje is er een stro, jongens. Gaat niet echt gewoon vlekkeloos, heb ik al door. Achter je. Achter je. Cookie Monster. Oh. Oh my god, Cookie Monster. Oh my god. Oh. Yep. Gaat niet zo goed. 0-2. We moeten even hier eens op gaan verzinnen, man. Ik kan hier weer gaan walrunnen, maar dan ga ik sowieso dood. Wat gaan jullie doen, enemies? Gaan jullie walrunnen? Oh, sneaky little bastard. Teammate, blijf jij daar liggen, ja? Want ik durf nu gewoon... Oh my god. Oké, okay, dat is één. Ik durf gewoon nu gewoon niet meer op af, want ik nu twee keer dood ben gegaan terwijl ik een kaart op afrush. Dus vandaar dat ik nu gewoon niet meer durf. Oké, okay, teammate heeft ook iemand goed gedaan, jongen. Andere teammate heeft ook iemand goed gedaan, jongen. Dan leven er nog maar drie nu. Waarvan één daarvan hier zit, onder mij. Boven mij. Wow, yo, ik zag net op tijd zijn schaduw. Die andere loopt hier ook nog, man. Die andere zit links van, dat is de laatste die leeft. Jammer jongen, ik hoorde hem. Ik hoorde hem. Ik heb awareness aanstaan. Waardoor ik dus de enemies harder kan horen lopen, want dan worden de voetstappen harder. En daardoor wist ik dat hij niet achter me zat, maar voor me zat. Dus dat is altijd gewoon fijn om in Search and Destroy te gebruiken als je natuurlijk een beetje een goede headset hebt. En deze ronde hebben we gewonnen, van 0-2 naar 3-2. Ik vind het mooi, ik vind het mooi. Kom op, bad teammates, we kunnen dit jongens. Hoe ga ik nu lopen? Dat is de vraag. Door het midden gaan niet, de rechterkant moet ik wachten, daar heb ik ook geen zin in. Ik ga gewoon palace in, dat is de linkerkant. Nee, teammate, blok me nog niet, ouwe. Er is nu al één dood, hè. Er is nu al één dood. Oh, kut. Hij staat daar. Wasted. Wow, yo. Jij moet internet gaan betalen, gek. Holy knetter, hé. Die gozer moet zwaar hard internet gaan betalen. Oké, lekker teammate. Goed gedaan, ouwe. Er leeft er nog maar één. Ga je de... Kan je de bom planten? Kan je de bom... Kan je de bom planten? Kan je de bom... Dit werkt niet. Oh my god, hij heeft me geblokt. Je moest de bom planten, Matty. Wat gaan we nou doen? Oké, hij zit in het midden. Hij zit in het midden. En hij is dood. Lone wolf, fight for the win. Nu is het probleem dat ik dus niet weet waar die is. We're out of time. Don't hold back. Bomb acquired. Fuck! Oh, hij was omgelopen. Hij zat volgens mij ingezoomd op de bom. Ik moest de bom pakken. Ik wist niet waar hij naartoe was gegaan. Hij zat hij gericht op de bom? Waar zat hij? Ah, hij zag me. Ik moest de bom pakken. Ik moest de bom pakken. Hij was omgelopen. Hé, lekker geschoten met je snipertje, man. GG. Alleen, ik weet niet waarom mijn teammate... Ik dacht, ik ga daar in de hoek zitten. Dan kan mijn teammate rustig de bom planten. En dan hebben wij het voordeel. Want dan kunnen we gewoon op de tijd spelen. Alleen, de bom die werd niet gepland. En ik gebruikte mijn UAV expres niet. Puur gewoon omdat ik dan voor één persoon mijn UAV gebruik, weet je. Ik kan hem beter nu gebruiken. Want daar heb ik natuurlijk wat meer aan, zoals je kan zien. Shit! Die camper, jongen! Holy shit! Deze snipers, ja, we moeten dit rondetje winnen. Teammate, P4
please, please. Mamma mia. Toeke Monster, die heeft zijn knukkeltjes in zijn handen. Als je een UAV op je Sturgeon strooit, dan moet je eigenlijk gewoon... De mensen die stilzitten en de mensen die je kan killen, moet je gewoon killen. En nu is er een 1-2 situatie, dus deze game die hebben we sowieso verloren. Maar die eerste twee rondes heb ik het gewoon... Ik heb de eerste twee rondes verpest. Want als je de eerste twee rondes niet meetelt, sta ik 7-2. En ik ging gewoon meteen dood. Dat is ook het. Teammate. Hij heeft hem ook nog. Je moet wel even reloaden, ouwe. Ja, thanks. En nu ben je dood. Verloren. Op naar het volgende potje. Potje nummer 2 is hier, jongens. Op de map Fringe. HVK nog steeds natuurlijk in mijn handjes. En oh... Thanks, dat is 1. En we moeten goed opletten natuurlijk, want... De enemies zullen snel weten waar ik ben. Oh, teammate heeft hem al. Ik heb geschoten, nu weet ze waar ik ben. Oh my fucking god, ouwe. Jij vieze camper. Holy shit. Zag je dat eens even, joh? Hallo, teammate. We stonden in één keer tegenover elkaar, jongen. Dat was... Even schrikken. Er leven er nog 2. De bom is wel down. In het midden van de map. Dus dat is a-relaxed gewoon. Maar kijk uit hoor, want er kan zomaar iemand in een hoekje zitten. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Dit is altijd zo stressed als Sus en Strooi. Er leven er nog 2. Maar niemand. Maar dan ook echt... Oep, dat is er 1 neer. De andere... Wie zit er nou te schieten, jongens? Maar het probleem is... Je weet gewoon niet waar die laatste zit. Iemand schiet op hem. Ja, lekker hoor, dankjewel. Het is zo stress altijd, jongen. Als er nog 2 mensen leven, je loopt een heel rondje door de map. En je weet gewoon niet waar ze zitten. Ze konden in ons span zitten, ze konden daar zitten, ze konden daar zitten. Maar, oh... Zo, dat was ook op geluid, jongen. Holy shit. Maar hij zat dus blijkbaar... Ik denk dat het Ninja Diffuse zijn, als ik het zo bekijk. Maar hij lag dus denk ik ergens op de grond. Geen flauw idee waar, maar... Ik denk dat hij ergens zat te cap. Net zoals die Maxime deed met zijn RK5 tegen mij. Dus het zijn altijd van die kleine punks die je moet onthouden. Dat er zomaar even iemand aan het campen kan zijn. En ik kan je 1 ding zeggen, dan wil je niet door dood gaan. Kijk uit, jongens. We staan hier nu allemaal, hè, jongens. En zonder grap, ouwe. Het is niet handig om met z'n allen op 1 plek te gaan staan. Dat is ook nog eens een Search and Destroy. Oh, hij zit daar achter in de map. We gaan erop af. Kom dan nog een keer springen. Kom dan nog een keer springen, want nu heb ik je hard geraakt namelijk. Thanks, bro. Hij sprong terwijl ik hem had geraakt. Dus hoe vaker hij springt... Hij zit hier links. Hoe minder vaak hij natuurlijk ook hoeft te raken. Hoeft te raken. Die laatste zit in het huisje, in het huisje, in het huisje. Oh, er leven er nog 2. Kut, er leven er nog 2. Let op. Er is sowieso daar ergens eentje. Maar ik ga er niet in, want ik weet niet wat voor wapens ze hebben. Hij zit daar, man. Kijk uit. Hij zit daar! Kijk uit hoor, jongens. Ik durf er niet in. Oké, hij is dood. Maar die andere, er leeft er nu nog 1. Zit die andere hier ook? Ik ga er gewoon naar binnen. Oh, dankjewel, teammate. Lekker, jongen. Oh, die zat er ook gewoon in. Nee, joh. Nee, joh, Matties. Wauw. 2 assists gekregen deze ronde. Alle 2 ook in het huisje de assisten gekregen. En je ziet het al. 1 teammate stond in het raampje. Ik raakte er eens schoten via beneden. En mijn andere teammate stond al boven om te wachten. Dus hoe dan ook. Hij was ingesloten. Hoe dan ook gewoon. Dus ja, het is goed opletten hoor. Soms in Search and Destroy. Want ze kunnen zomaar ergens waar je het niet verwacht gaan campen. En je wil daar natuurlijk ook gewoon niet door dood gaan. UAV'tje inroepen. Ik weet namelijk of er hier iemand voor me zit. 2 man. Ik ren expres in één keer door. Waar is die andere? Oh, die zit hier binnen om het hoekje. Oh, serieus? Even niet gewoon, hè. Even niet gewoon, vriend. Ik vind het leuk dat je een tripmine hebt. Ik vind het leuk dat je zo cool bent met die dingen. Maar je kan het beter niet gebruiken, jongen. Ik was al zichtbaar. Ik was al zichtbaar. Ze kunnen niks deze vijanden. Eerste potje... Gingen we 2 keer meteen dood in de eerste 2 rondes. En dat kwam omdat we er hard op afrenden. En dit potje rennen we de kaart op af. Alleen, ja, kunnen de enemies gewoon letterlijk niks. Dus deze keer hebben we wel geluk met het op af te rennen. Dus 9-0 staan we. Teammates gaan ook hard allemaal. Die maken ook de kills. De bombs worden gepland.
Dus die enemies worden gewoon kaart overrompeld. Zo makkelijk is het. Ik heb ook de leidingstrijd klaarstaan. Dus die roep ik zodra het kan meteen even in natuurlijk. En ze zitten hoe dan ook weer allemaal aan het huizen die vijand. Dus ik ga hier even opstaan. Dan wacht ik even tot ik mijn leidingstrijd kan gebruiken. Want ik kan zomaar iemand hier wel langs komen lopen. En ik hoor wel een trip maar jongens. Ik weet niet wie dat deed. Maar snel dit ingooien. Hoe sneller hoe beter. Dat is geen één. Dat zijn er twee. Oké, nice. Ze zijn er sowieso al twee dood. En sowieso dat de rest van de vijanden ergens hier ook. Lekker. De laatste dit huis. Ik hoor hem al. Daar loopt hij. Fucking kutkid. Sorry dat ik je kutkid noem, maar alsjeblieft. Je moet erop afrennen. Je zag het. Hij ging, kijk, hij stond ook nog een beetje uit de muur uit. Hij kon niks doen gewoon. Kijk dan. Hij kon niks. Hij had een bressie, hè. Hij had een bressie. En hij kon gewoon maar één kogel raken. Je hebt er maar twee nodig om het te killen. Oh, enemies konden in niks dit tweede potje. Gewoon niks. Dus goed gespeeld teammates. Goed gespeeld enemies. Maar ja, je moet er eigenlijk wel op aflopen. Dus anders krijg je een score van 0-4 of 1-4. Zo makkelijk is het. Dus jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als jullie hebben genoten, ram natuurlijk zo'n subscribe op like. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk natuurlijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.